Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie stelt zich op het standpunt dat onverantwoordelijkheid grenzen heeft. Zijn woorden hebben betrekking op het gedrag van enkele leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, BBS, tijdens een begrafenis op 7 augustus. Tegen de groep zullen worden opgetreden en zij zullen moeten instaan voor de consequenties. De bewindsman belooft dat er strenge maatregelen zullen worden getroffen tegen de groep ambtenaren die verantwoordelijk is voor het lossen van schoten in de lucht in een menigte. Sowieso wordt er opgetreden. Kijk, wanneer er dienstvoorschriften zijn overtreden. Kijk, het is een gedisciplineerde organisatie, toch? En u kunt niet een Wild West gedrag demonstreren daar zo, toch? En er is een bepaalde aanpak van deze, er is een bepaalde procedure van aanpak van deze soort zaken. En dat is mensen verweer aanzakken, in gebreken stellen, mensen ontwapenen. En aan de hand van wat we constateren, trouwens, de beelden zijn op social media, niemand kan ontkennen, mensen zijn gezien. Toch? Aan de hand daarvan, dit is een heel ernstige situatie die we niet in dit land kunnen hebben. En kijk, onverantwoordelijkheid heeft grenzen. En wanneer u ook nog in uniform bent en u misdraagt zich zo, nee, dat kan niet. Amoksi zegt dat het gedrag van de beveiligingsambtenaren onacceptabel en een bijzonder kwalijke zaak is. De groep ambtenaren kan niet ontkennen omdat de beelden voor zich spreken. De nieuwsdienst verneemt uit betrouwbare bronnen dat er reeds maatregelen zijn getroffen tegen enkele van deze ambtenaren.